Elk jaar houdt Speelt en Confetti aan de Coronastraat een herfstkamp. Maar de voorbereidingen beginnen al veel vroeger. Vandaag op stap met Frieder Vogel van Speeltuin Confetti. Frieder, gisteren niet gewonnen. Weet je wie? Nee. Was wel leuk hoor. Hoe heette ze? Essenburg Single volgens mij. Fatma. Met schoonouders en schoon... die willen ze dan vuile zakken geven. Ah. Schoonvader. En terecht. De avond ervoor was Frida bij de uitreiking van de Zilveren Kliko. De Zilveren Kliko is een prijs voor het beste idee om de straat schoon te houden. Frida heeft helaas niet gewonnen, maar ze heeft zelf wel een oranje kliko. Met daarin een portie stro voor de geiten. Frida heeft 2 geiten, 3,5 kip, 2 kinderen, 2 honden, 1 vogel, 2 vissen en een man, Jaap geheten. Maar hij speelt verder geen rol in dit verhaal. Het is nog te vroeg, hij slaapt nog. Wie wel meespeelt is Fred. Fred heeft de crisis overleefd. Hij is weliswaar ontslagen, maar op dezelfde dag weer aangenomen. Vraag niet hoe, in ieder geval rijdt hij vandaag. De bus. Wat gaan we eigenlijk doen, Fred? We gaan naar het kamphuis kijken. Kamphuis kijken? Loon op zand. Loon op zand. Nummertje 25. 2, 5. Dus toch bij de Efteling in de buurt, Loon op zand? Ja. Niet lopen wij dan. Het wachten is op Anita Vlijs. Ja, doe zelf maar hoor. Een 40-jarige Hongaarse vreemde, maar vriendelijke vrouw die stiekem aan de drank is. Bovendien rookt ze. Wat ik nog meer een probleem vind, want ze rookt ook stug door in de auto. Anita is laat. En we gaan alvast rijden. We gaan vandaag kiezen uit 2 mogelijke locaties voor het herfstkamp. Dat Speelt en Confetti ieder jaar organiseert. En waar gemiddeld zo'n 40 kinderen aan deelnemen. Wij zijn de Bergeleiders. Heeft u er nog vertrouwen in? 2 brakke bejaarden met pijn in alle gewrichten, een Hongaarse zombie en Fred. Op weg naar een herfstkamp in de toekomst. Hoe is het met je? Anita Vlijs houdt van vlees. Vandaag heeft ze speciaal voor iedereen broodjes met uienbord meegenomen. De lieverd. En zo ploegen we dan door dit ellendige, blije leven. Ze werkt in de speeltuin met kinderen en ze blijft maar roken. Alleen jij bent tegen roken, maar ik heb heel lekkere broodje voor je opgemaakt. Ja, dat maakt veel goed, maar niet genoeg. Oh ja, tuurlijk.